Mijn naam is Willem Flinterman en ik ben zelfstandig onderzoeker al enige jaren. En ik houd me op het moment in het bijzonder bezig met meelwormen en reststromen. Een van de activiteiten die Project Soylent Blue op dit moment heeft is Worms at Work. En we staan hier in Arboretum Pendrecht. Dat is een buurttuin in Rotterdam-Zuid. Ik sta hier met een kleine kar met meelwormen erin. Die eten dus oude tomaatjes, komkommers, snoeiafval, maar ook oud brood van de mensen hier uit de buurt. Daar maak ik meelwormen van. Die meelwormen die produceren fras, meelwormmest. Dat is mest, dat is super goed voor de tuin. Dat vindt gretig aftrek. En die meelwormen organiseer ik ook workshops hier. En in die workshops leren we dat insecten niet vies zijn, maar lekker. En gaan we onder begeleiding van Ferdy Molenaar, een professionele insectenkok, gaan we daar met de deelnemers lekkere dingen van maken. Zoals brownies of simosa's. En dan smullen maar. Het idee is dus om mensen kennis te laten maken met de meelworm. Wat dat voor ons kan betekenen en hoe je dat dus kan inzetten op een soort lokale klein ecosysteem. En in dit geval is dat een buurt, maar dat kan dus ook een agrarisch bedrijf zijn of een agrarische gemeenschap. Project Soylent Blue is misschien het beste nog te omschrijven als een soort do-tank. Dus ik doe onderzoek en ik creëer awareness en op het moment in het bijzonder doen we onderzoek naar de capaciteiten van meelwormen om reststromen weg te werken. Insecten zijn in de natuur de opruimers. We hebben te maken met een voedselsysteem waar heel veel afval ontstaat, heel veel reststromen ontstaan. Dus door die insecten in ons voedselsysteem te brengen, kunnen we denk ik weer dat meer op de natuur laten lijken. Er is geen afval in de natuur, dus waarom zou dat er in ons voedselsysteem wel zijn? Hoe kwalificeer je reststromen? Dat is een wettelijke, dat hoeven wij niet zelf te doen, dat doet de regelgever voor ons. Het werken met reststromen is niet zonder risico's. Maar het staat soms wel dus de ontwikkeling van die nieuwe bedrijfsmodellen in de weg. Zo is het gebruik van reststromen om insectensubstraat te maken, wordt enigszins belemmerd door die regelgeving. Want je mag nu eigenlijk alleen maar eten dat geen eten meer is, omdat het over de houdbaarheidsdatum is en je anders zou weggooien. Dat mag je nu gebruiken om insecten op te kweken. En nog niet zo gek veel meer. Terwijl het juist heel mooi zou zijn, zeker als je wilt kijken hoe je reststromen kunt gebruiken binnen bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf. Hoe je dus ook agrarisch afval kunt gebruiken voor reststromen. Hoe je gemengd afval kunt gebruiken. Hoe je misschien zelfs slachtafval kunt gebruiken om insectensubstraten van te maken. Want dat kan binnen zo'n cyclus van zo'n bedrijf kan dat heel zinnig zijn. Om dus weer die nieuwe bedrijfsmodellen van de grond te laten komen. Je hoeft daar niet helemaal je bedrijf voor om te gooien. Want in heel veel bestaande bedrijven is al een niche, is al een plekje waar je die insecten zou kunnen gebruiken. Dus ik denk dat er, zeker als je klein begint en als je dat je dat al heel goed op dit moment zou kunnen toepassen, mits die regelgeving zich ook aanpast. Ik bedoel, het is allemaal zo nieuw en zeker als je geen ervaring hebt met insecten, je moet dat een beetje in de vingers krijgen. En je ziet dat mensen die groot beginnen zichzelf ook vaak verslaan. Want wat als er dan opeens een ziekte uitbreekt waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan, dan is al je kapitaal vernietigd. Terwijl als je klein begint, ja, dat is nog wel te overzien. En je hebt een klimaatinstallatie nodig, want om echt goed meelwormen, ik heb het nu over meelwormen wilt produceren, die moeten constante temperatuur, constante luchtvochtigheid, dan gaat het beste. Dus daar heb je ventilatie, verwarming, dat soort dingen voor nodig. Verder heb je nodig machine als je wil. Je kan dat ook, het productieproces moet je dingen van elkaar scheiden. Zeven, dat kan je met de hand doen, maar dat duurt lang. Als je kleinschalig bezig bent, is dat ook nog wel te overzien. Maar er zijn machines en die zijn duur. Maar ik denk dat meelwormen wel bijzonder geschikt zijn. En je hebt ook aanverwante soorten die toekomst hebben. Zoals de buffaloworm, dat is eigenlijk een kleinere meelworm. Je hebt ook de Black Soldier Flies, die worden ook getipt. Die zijn ook heel goed in het wegwerken van reststromen. Alleen die hebben meer ruimte nodig, omdat die in hun levenscyclus ook een vliegende fase hebben. Meelwormen die kweek je in het platte vlak.
Dan kan je allemaal kratten op elkaar stapelen. Neemt heel weinig ruimte in beslag. Super efficiënt. Hebben ook geen nat substraat nodig. Dus je hebt minder kans op allerlei akelige schimmel en stank. Dus ga voor meelwormen is mijn advies. Ik denk dat je niet bang hoeft te zijn dat als je kleinschalig produceert dat niks oplevert. Want wat je ziet is dat er steeds meer lokaal wordt ingekocht. Er is onder consumenten grote belangstelling voor lokaal geproduceerd voedsel. Dus niet alleen wordt dat vanuit de EU of andere regelgevers gestimuleerd, er is ook vraag naar. Voor wat voor bedrijfsmodellen zie je kansen? Nou ja, dus eigenlijk tweeledig antwoord. Je kan dus insecten in huidige bestaande modellen toepassen. Je kunt ook echt het helemaal opnieuw gaan doen en klein. En dan kan je dus bijvoorbeeld denken aan inkomsten die wegvallen te vervangen met educatie of toerisme. Op bezoek bij de boer. Dat is iets wat aan populariteit toeneemt. Er zijn meerdere insectenkwekers die al veel aan educatie doen. Ik ben hier zelf ook bezig met educatie. Dus ik denk dat je het misschien een beetje moet kijken buiten de gebruikelijke modellen. Er is zoveel interesse ook. Mensen willen weg uit de stad, mensen willen naar het land, mensen zijn geïnteresseerd, willen zien waar hun voedsel vandaan komt. Daar kan je wat mee doen. Ik heb een vraag voor de mensen aan tafel. Hoe is dat nou om dat echt te doen, zo'n agrarisch bedrijf waarbij je meerdere producten produceert? Hoe zit dat nou in de praktijk? Ik denk dat het waardevol is om daar meer over te horen.